Would be pleased to leave this train if you leave this train though. Hoe is het nou? Goed hoor. Wat vooraf ging. Cadeautjes inpakken, tas inpakken met eten en drinken. Het is nu al inmiddels 10:50. We moeten morgen vroeg met de bus. Maar ik was nog niet klaar. Dus, en ik loop nou nog van dat ik van alles ben vergeten waarschijnlijk. Dus ik doe zo meteen genoeg dicht. Dat is altijd zo. In ieder geval is die tas wel zwaar, want er zit eten en drinken in. Er zit een cadeautje in. Want ik ga morgen gezellig weg. Goedemorgen. Het is bijna 7:45. Ik ben er al eventjes uit. Ik ben brood aan het smeren. Een heleboel brood. Een hele stapel. Om mee te nemen voor onderweg en om zo op te eten. Want we gaan zo met de bus en de trein naar Alkmaar. Ja, dus daar neem ik extra brood voor mee. Ik heb de tas helemaal klaar. De tas is gevuld. Er zit ook allemaal lekkers in en zo of onderweg. Het is een reis van ongeveer 2 uur en 15 minuten met de trein. We moeten ook nog met de bus. Al met al zijn we ongeveer 2,5 uur onderweg. En daarom gaan we nu vroeg weg. Anders hebben we niks aan de dag. Dan hopen we om 11:30 in Alkmaar te zijn. Dan kunnen we daar even een tijdje zijn. En dan gaan we rond etenstijd, of net na etenstijd, gaan we dan weer terug met de trein. Ga samen met Stan naar Alkmaar. Veel plezier op deze trip. Oké, waar is 5A? Oh ja. En toen zaten we in de trein richting Den Haag. Die is echt onwijs druk. Helemaal vol mensen. Komt nog natuurlijk, denk ik. Echt heel leeg. Zo, we zitten in de trein. Ik heb nu 2 jassen aan, 2 broeken, 2 paar sokken en weet ik veel. Ik heb het zo meteen bloedheet waarschijnlijk. Ik ga even kijken hoe laat deze trein aankomt in Amsterdam. Dat zal nog even duren. En dus ik denk dat ik het dan maar eventjes mijn jas uit doe. Dan heb ik er niks meer aan. Het is echt heel erg stil, kijk. Zoals ik net had laten zien, er zit gewoon echt niemand in de trein. Het is op perron ook heel erg rustig. Het was in de bus, was het weer vrij druk. We shall see. Stan die heeft zijn, die heeft zijn laptop meegenomen. Vaste polder. Wat zijn dat dan allemaal? Dat is wel herten of zo. Ja, we kunnen dus herten. Hier ligt nog wat sneeuw, zie je? Die kant is mooier. Ja, en toen stond er een trein voor. Dat was het al. Ja. Amsterdam. Ja, nog leuk. Ja.
Welkom in Amsterdam. Daar is het altijd druk. Altijd feest. Herken je jezelf nu in deze beelden? Schrijf dan even onder het filmpje. Kans is aanwezig dat misschien één van deze mensen heeft gekeken. Je hebt hier allemaal winkeltjes, kijk. We hebben nog tijd zat, hè? We hebben heel veel tijd nog. Je moet stelen of zo. Jij moet hier naar boven, hè? Hier, ja. Een mooi vogeltje. En nog twee. Zelfs nog natuur op het spoor. Allemaal lekkere dingen ertussen. Doei. Doei, zegt hij. We zitten in de trein allemaal en we zitten helemaal bovenin. En dan voel ik het zien. Het is daar echt heel erg leuk. Ja, hier nog niet. De ramen die zijn van alle treinen altijd heel goor. Dus met jou. Zoals je ziet, daar. Amsterdam Centraal. Nou, nog heel even. Dan zijn we er. Echt heel nodig naar de wc moet in de trein. En de wc is zo goor en de trein slingert en dan zit je zo tussen. En dan hang je boven de pot, want je kan niet gaan zitten. Heel vervelend. Ja, ze hadden de ramen ook wel even mogen wassen. Ik heb dan heel. Nou, niet dat je nou er zoveel van ziet hier boven zit. Zo. Maar we hebben wel lekkers. Oh, en ik heb nog wat te drinken. Even kijken, want ik heb natuurlijk een tas vol. Ik show me echt helemaal de dinges. Ik heb nog lekker iced tea. Iced tea en een wiki. En spekjes. En brood. Maar brood hebben we geen zin in. Dus die heb ik waarschijnlijk voor niks gesmeerd. Kijk toch eens wat een mooie weer. Het lijkt gewoon wel lente. De lucht is blauw. Nee, ben ik hou van jou. Ja. We zijn nu bijna in Alkmaar. Tussentijd genieten we nog even van dit mooie boerenlandschap. En weet ik veel wat van het vakantiehuis. Nee, het is geen vakantiehuis. Het is gewoon huis. Ja. Nog een geinig. We zijn in Alkmaar. We zijn in Alkmaar. In Alkmaar. Ik weet alleen niet waar welke kant we eruit moeten. Het station is groter dan je denkt. Kijk. Vol voorzichtig. Ik ben nu in Alkmaar, of in Bergen, even aan het strand. Met Stan. Even kijken. Het is hartstikke mooi weer, het is wel koud. Maar kijk eens even. Mm-hmm.
Ben ik op de vlog? Zo, zal ik even introduceren waar we zijn? Nou, we zijn nu aanbeland in Bergen aan het zee. Maar het is vol, heb je geen kost? En ik woon hier. Dus het is wel altijd even leuk om de zee te laten zien. Gaan we dat nu even doen? Dan gaan we deze kei naar de zee gooien. Nou, daar gaat hij. Ja, we gaan gelijk gooien. Hey. Ah, ik heb een machine aan. Maar je hebt niet gedept. Staat hij aan? Het is zo kieskeurig, hè, met die stenen. Nou, tel af. 1, 2 en gooi hem maar. Nou, er zit daar een verschil tussen, jongens. Maar stap, gooi hem met links, hè. Ja, zuinig. Heb je gewonnen? Weet ik niet. Oké, okay, nou, bij deze. Deze camera die maakt heerlijk, vind ik. Ja, dan kun je. Dan moet je mee lopen, dan moet je onder je voeten binden. Nee, ga ik even doen. Hey, schoonheid. Hoe is het nou? Goed, hè? Lekker. Vat je niet tegen mij? Jawel. Als je er 30 stenen meeneemt, dan heb je een zware tas. Dat zal het schillen. Nou, zonnetje erbij. Ja,